Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes, op deze virtuele open vizierdag van het Keizer Karel College. Mijn naam is Juriaan Mors. Van harte welkom vanavond. Ik neem jullie eerst mee naar een algemeen deel, waarin ik ga praten met verschillende docenten en leerlingen. Kwart voor acht direct aansluitend zijn er Teams meetings waarin jullie meer vragen kunnen stellen. Maar we beginnen nu met een algemeen deel en eerst even een introfilmpje. Goedemorgen. 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 Welkom op het Keizer Karel College. Het KKC wil leerlingen graag uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Dat willen natuurlijk alle scholen voor voortgezet onderwijs. Wij hebben daar een hele mooie, nieuwe, rijke leeromgeving voor gecreëerd hier. Zowel fysiek als in de vakken en in de vakoverstijgende thema's die we aan gaan bieden in ons onderwijs volgend jaar. Het leukste hier op school vind ik ontwerpen en onderzoeken. Dus O&O, en dat is dus bij het technasium, is dat zeg maar wat je dus extra krijgt. Het leuke aan het KKC is dat het gewoon, alles is goed geregeld. Je hebt veel keuzes, je kan uit verschillende dingen kiezen. Er wordt goed lesgegeven en alles wordt gewoon duidelijk uitgelegd. We hebben straks fysiek in de school vier leergebieden. Exact, talen, kunst en sport en maatschappelijk. En die leergebieden die zien we straks ook terug in ons onderwijs. Dus de vakken die bij deze leergebieden horen, die gaan met elkaar samenwerken om ook vakoverstijgend onderwijs aan te bieden aan onze leerlingen. Naast natuurlijk de vakgerichte stof die sowieso ook aan de orde komt. Er zijn heel veel leuke mensen op school, dus je kan het je altijd goed vinden met iedereen. En er is heel veel keuze ook wat je kan gaan doen qua opleiding en zo op school. Dus er moet vast wel iets tussen zitten wat jij leuk vindt. Ik heb heel veel zin in een nieuw gebouw, want het wordt heel mooi. Het eerste deel is al mooi. En ik hoop dat jullie naar het KKC komen. Het KKC is een school waar we naar elkaar omkijken, naar de leerlingen en collega's onderling. En dat karakter, dat hebben we al heel lang. En dat uit zich nu in de identiteit van een UNESCO-school. En een UNESCO-school wil zeggen dat je bezighoudt met de thema's van UNESCO. Zoals internationaliseren, vrede, duurzaamheid, klimaat. En die thema's, dat zijn er 17, die verwerken wij ook in ons onderwijs. En daarnaast hebben we geregeld ook acties, projectweken die in het teken staan van UNESCO. Je hebt hier bijvoorbeeld ook technasium, maar dat heb je niet op alle scholen. En er komt een nieuw gebouw, dat is ook altijd heel leuk. De school zelf, de leraren en alles is leuk en de vakken. Je zou voor het KKC moeten kiezen omdat het een leuke school is met goede docenten. We zitten nu nog in de verbouwing. Maar als jullie in september naar onze school komen, dan is ons nieuwe gebouw klaar om jullie te verwelkomen. Tot volgend jaar op de KKC! Ja, ik zit hier met drie leerlingen uit de brugklas. Aaron, Boris en Jasmijn. Je zit op een heerlijke, relaxte bank vanavond. Boris, ik begin met een vraag aan jou. Ik kan me voorstellen dat als een basisschoolleerling thuis zit en denkt van goh, hoe ziet mijn dag er straks uit op de middelbare school? Dat ze daar heel erg benieuwd naar zijn. Kun jij daar antwoord op geven? Nou, ik begin meestal om 8:45 met school. En ik heb dus les. En een lesuur is dus zo. Je hebt dus, het duurt 3 kwartier. Mm-hmm. 20 à 25 minuten krijg je uitleg. En 20 minuten heb je tijd om je huiswerk te maken. Dat is heel relaxed, want dan hoef je geen huiswerk thuis te maken. Mm-hmm. Daarna heb ik bijna altijd pauze. En ik heb dus gewoon 1/2 uur om uit te rusten. Daarna heb ik weer les. Of soms heb ik het tussenuur. Het tussenuur heb je gewoon, hoef je niks te doen. Maar als je kan het best gewoon huiswerk doen. Of je kan een beetje relaxen als je dat zou willen. Ja. En ik heb dan meestal tot en met 3:30 school. En ja, dan ga ik naar huis, dan maak ik een beetje huiswerk. Dat is hoe mijn dag er meestal uitziet. Oké. Dus je zegt eigenlijk, ik begin meestal 8:45 en meestal ben ik 3:30 uit. Maar het verschilt wel. Het verschilt altijd wel. Vast. Ja. Ja, oké. En waar ligt dat dan aan? Ligt dat dan aan de dag of valt er soms iets uit? Soms valt er iets uit. Het ligt ook aan de dag, zeker. Ja, want meestal heb je geen tussenuren, hè? Meestal heb je gewoon de hele dag. Ja, ik heb bijna nooit een tussenuur. Oké. Hey, en hoe zien je lessen eruit? Dus je zei al, je krijgt uitleg en dan mag je zelf aan het werk. Maar je hebt ook toetsen, toch? Ja. Kun je iets zeggen over? Als je toets hebt, moet je dus uit elkaar.
blijven. Mm-hmm. Omdat ja, je wilt niet dat je gaat spieken natuurlijk. Ja, precies. En ja, je maakt gewoon je toets. Meestal maak je een toets in een half uur. Ja. En dan moet je een kwartier, ja. Maar meestal duurt het een lesuur, toch? Meestal duurt het een lesuur, ja. Maar soms als het een half uur duurt, mag je gewoon aan een ander vak werken. Oké. Dus eigenlijk is je lesdag is eigenlijk lessen en toetsen soms. Ja. Oké, heel goed. Hey Aaron, je hebt nu op school een mentorklas. Ja. Vertel, wat doe je daar allemaal mee met je mentorklas? Daar praat je over de problemen waar de klas tegenaan loopt en je leert er ook studievaardigheden zoals plannen. En je doet ook heel veel mentoruitjes met de mentorklas. Zo zijn wij al op brugklaskamp geweest. Dat was echt heel erg leuk. En de peermentoren gingen dan ook mee. Peermentoren? Dat zijn in de brugklas zijn dat leerlingen uit de vierde klas. Die helpen dan ook een beetje de kinderen uit de klas om een beetje hun weg te vinden in de school. En te leren hoe het allemaal werkt. Ja, oké. Dus dat zijn eigenlijk mentoren van ongeveer je eigen leeftijd die ook tiener zijn, zeg maar. En ook zelf naar school gaan. Ja, ongeveer. Ja, dan niet je eigen leeftijd, net ietsje ouder, maar ja. Kindermentoren. Ja. Oké. En die hebben wel ervaring met hoe het gaat op school en dat soort dingen. Ja, ze zitten er al 4 jaar, dus dat is wel goed. Ja. Hey, je noemde brugklaskamp. Kun je daar even iets over vertellen nog? Wat? Brugklaskamp, dat is echt heel erg leuk. Het is misschien een beetje 1,5 uur daarheen. Maar alle die leuke dingen die je doet, maken dat meteen weer goed. Wij gingen zwemmen. Je kon ook zwemmen op de plek waar je ging slapen. Je kan zelf ook groepjes uitkiezen met wie je ging slapen. En het is heel erg leuk. Je hebt allemaal sport en spel. Je hebt heel veel en activiteiten. Zo. Ja, we gingen ook een soort van survival-achtig iets doen. Het is echt fantastisch. Ja, cool. Leuk. En je mentor begeleidt je in alles, hè? Dus je eigenlijk je docent-mentor. Wat is dat voor iemand? Wat voor rol heeft die? Meestal in de klas dan vraagt ze gewoon of er nog problemen zijn, of iemand nog vragen heeft. En dan vertelt ze welke opdrachten je kan doen van de studievaardigheden. Mm-hmm. En als je zelf nog een vraag hebt, dan kan je aan het eind van de les even naar haar toe komen en dan vragen. Kun je het privé hoe het bespreken, zit. Zeg maar. Kun je het persoonlijk dat kan altijd. Even bespreken. Ja, mooi. Jasmijn, ik ga even naar jou toe om te vragen over hoe is de sfeer op het Keizer Karel College? Nou, wat ik zelf vooral merk is dat je gewoon op je gemak voelt. Omdat gewoon iedereen, als je moeite hebt met huiswerk, dan zijn er klasgenoten die je willen helpen. Je kan ook naar een leraar of natuurlijk peermentor gaan. Hey, en je hebt 3 kwartier les. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind het persoonlijk wel fijn, want ik... Heel lang geconcentreerd blijven, dat vind ik persoonlijk moeilijk. En dan vind ik het wel fijn dat je elke 3 kwartier eventjes kan lopen naar de volgende les. Eventjes snel een praatje kan houden en dan weer gewoon rustig naar les. Ja, dus hoeveel huiswerk heb je nou precies? Nou, het is eigenlijk best wel veel, maar we hebben natuurlijk al tijd in de les. En ik zit thuis, ben ik misschien 20 à 30 minuutjes bezig aan huiswerk. Dus dat valt echt wel mee. En denk je dat dat gemiddeld is? Of... Zijn andere dingen die misschien iets langer mee bezig zijn? Nou, wij zijn natuurlijk gymnasium, dus we hebben wel extra vakken, maar het valt echt heel erg mee. Boris en Ernst, vinden jullie daarvan? Ja. Veel het huiswerk? Ja, het huiswerk valt zeker mee. Je hebt genoeg tijd om het op school te maken. Dus het valt echt zeker mee. Oké, maar als je een toets hebt, is het misschien iets meer? Als je een toets hebt, dan is het wel iets meer, ja, dat is waar. Deze week hebben wij een paar toetsen. Het kan zijn dat je dan wat langer bezig bent. Per toets ongeveer 1,5 uur te leren is wel genoeg per dag. Maar heel soms, echt 1 keer in de 2 maanden, heb je een dag dat je echt heel lang aan je huiswerk zit. Maar dat is logisch, want je kan niet iedere dag weinig huiswerk hebben. Soms dan geeft ze wel iets extra op. Dus soms komt er een soort piekmoment waarop je ineens heel veel hebt. Inderdaad. Maar daarna is het vaak wel, als je daarmee klaar bent die avond... Dan is het daarna, wordt het echt heel snel weer minder. Ja, dan gaan we het nog heel even hebben over iets wat heel veel leerlingen altijd onwijs leuk vinden. Dat zijn schoolfeesten. Hebben jullie die gehad? Of hoe zit het daarmee? Nee. Nou, dit helaas jaar is gewoon niet. Een apart jaar geweest met corona. En helaas ging het niet door. Oké. Echt jammer. Ja, maar anders zou je een grote 5 hebben gehad. Ja, dat was ook wel echt... Ja, dat leek mij zo leuk. Maar... Ja, oké. Jammer. Maar goed, dan gaan we aankomend jaar weer veranderingen brengen. Ja. Toch? Ja. Oké. Dat wordt vast heel leuk.
Goed, ik denk dat de basisschoolleerlingen een heel goed beeld hebben gekregen van hoe een gemiddelde les eruit ziet en wat voor huiswerk er allemaal is of hoeveel huiswerk er allemaal is. Ik ga jullie nu meenemen naar een algemeen deel waarin we het gaan hebben over verschillende vakken samen met docenten en leerlingen. Er zijn 4 verschillende clusters van vakken. Er zijn talen, kunst, maatschappij en exact. En we gaan nu kijken naar het filmpje van Exact. Wij hebben natuurlijk het vak Science en dan, daar laten we vooral leerlingen kennis maken met wetenschap. En dat doen we vooral met behulp van heel veel proefjes. Dus dan we doen de theorie en we laten zien dat het in het echt ook daadwerkelijk gebeurt. Zodat dat goed aansluit bij de beeldvorming. En dan hopen we zoveel mogelijk misconcepten die ze nog in hun hoofd hebben, dat we die er eigenlijk uit filteren. Met Science doen we verschillende proefjes en daarmee opdrachten. Zoals nu. Ik heb op bijna elke tafel heb ik zo'n doosje neergelegd. Zo'n doosje, mag je even openmaken. En als het goed is zitten daar een aantal blokjes in. Die mag je eventjes bekijken met je tafelgenoten. En dan mag je even vertellen wat je opvalt aan die blokjes. Waar ik vooral vrolijk van word, is dat als we dus dingen eigenlijk voorleggen. En dan hebben ze al iets in gedachten van oh, zo en zo moet het lopen. En dat het dan compleet de andere kant is. En dat we ze dan op die manier eigenlijk laten nadenken over wat er dus daadwerkelijk gebeurt. En dan, als je daarna de oh hoort, dat zijn de allerleukste uiteraard. Het grootste gedeelte is natuurkunde. En dan zit er ook wel wat scheikundige dingen in. Dus dan kijken we ook echt wel een beetje naar stoffen en wat die met elkaar doen. Maar het grootste gedeelte is toch wel wat natuurkundiger. Ja, omdat scheikunde heb je, als je scheikunde doet, dan moet je wel wat meer weten over hoe dingen werken, zeg maar. En wat begrippen kennen. Dus dat doen we eerst met Science. En tijdens de onderwerpen doen we ook heel veel proefjes. Om ervoor te zorgen dat wat we in de theorie hebben, dat je dat ook in de praktijk goed kan zien. Ja, welkom terug. Inmiddels zijn bij mij aangeschoven Brian van den Kamp, docent wiskunde. En Mila, leerling uit de brugklas. Brian, ik begin even bij jou. Ja, exacte vakken. Welke zijn dat allemaal? Ja. Goedenavond, Juliaan. Onder de exacte vakken bij ons op school vallen de vakken science, wiskunde, biologie en informatica. Ja, oké. Okay. En science, ja, dat hebben we net al een klein beetje gezien, Mila. Maar wat kun jij vertellen over, wat is science eigenlijk? Nou, science is een mix van natuurkunde en scheikunde. En later in de bovenbouw splitsen die vakken zich en wordt het meer gespecialiseerd per vak. Ja, oké. Okay. Hey, en wat is daar anders aan? We zagen al leerlingen zitten op een bepaalde manier, nou ja, die je misschien niet verwacht van een vak, meer bij elkaar en zo. Wat, Bij science doe je veel practica, mm-hmm. waarbij je samen moet werken om bepaalde opdrachten te doen met proefjes bijvoorbeeld. En daarom zit je in verschillende opstellingen, zodat mm-hmm. je makkelijker samen kunt werken. Oké, okay, dan ga je samen op zoek naar de oplossing, zeg maar. Ja, oké. Okay. Mooi. Kun je een voorbeeld geven van een practicum dat je hebt gedaan? Nou, wij hebben gekeken welke stoffen nou bijvoorbeeld elektriciteit geleiden. Mm-hmm. Of welke juist weer niet. En dat is heel leuk om zelf te ontdekken. Ja. Moet je dan ook zo'n lapjas aan zo en zo'n bril? Dat hoeft niet. Oh, dat hoeft niet. Oké. Okay. Ja, ik dacht misschien dat het ontploft of zo. Maar oké. Okay. Dat gebeurt niet zo snel. Nee, hè? Nee. Veiligheid voor alles, inderdaad. Oké. Okay. Brian, wiskunde, hè? Basisschoolleerlingen die kennen natuurlijk wel rekenen, hoofdrekenen, staardelingen, hoop ik. Wat is wiskunde behalve rekenen? Ja, ik denk dat wiskunde wel veel meer biedt dan rekenen. Ik denk dat rekenen een vaardigheid is wat onder het vak wiskunde valt. Bij wiskunde moet je ook denken aan aan heel veel inzicht toepassen. En dat je met meetkunde aan de slag. En onder de cluster exact valt ook biologie. Kun je daar iets over vertellen? Wat is het vak biologie? Dat krijg je in de brugklas meteen al. Het vak biologie is, dat gaat vooral over de natuur en over de mens. En bij biologie doe je soms ook practica. Helaas kan het nu niet, maar nu met het verbouwen van het nieuwe schoolgebouw zal dat wel kunnen. En dan ga je vooral dingen onderzoeken over de natuur. En Mila, wiskunde is een zogeheten kernvak. Kun je iets vertellen over wat een kernvak is?
Nou, dat is het vak, dat hou je altijd. Dat is het belangrijke vak wat voor alles nodig is eigenlijk, wat je houdt. En waar je ook steeds moeilijkere en diepere opdrachten bij krijgt. Brian van het Kamp en Mila, heel erg bedankt voor jullie komst en deze toelichting over deze vakken. Ja, graag gedaan. Dan gaan we nu kijken naar een filmpje over de cluster kunst bij ons op school. Hoi. Goedemorgen. Op het KKC bieden wij twee hele leuke vakken aan voor kunst, handvaardigheid en tekenen. En dat hebben ze in de eerste, tweede en derde klas krijgen ze dat. Er is wel een verschil als je een bepaald profiel kiest. Als je bijvoorbeeld het technasium kiest, dan heb je een half jaar tekenen en een half jaar handvaardigheid. Dit vanwege het volle rooster al. Maar we bieden alle leerlingen wel deze mogelijkheid om toch te onderzoeken wat je allemaal kan doen met kunst. Wat ik leuk vind aan kunst is dat je op een andere manier je emoties kan tonen. En dan kan je, voor mij is het dan handiger om te laten zien hoe ik me voel. Well, dan kunnen we lekker beginnen met de tekenles vandaag. Bij het technasium heb je het vak onderzoeken en ontwerpen. Dat is, daar moet je voor solliciteren. En dan ga je werken met echte opdrachtgevers uit het bedrijfsleven die een probleem hebben of een oplossing willen hebben. En de leerlingen gaan dan zo'n 7 weken aan de slag met deze opdracht om tot een heel mooi ontwerp of advies te komen. En dat kan je volgen van klas 1 tot en met klas 5 of 6. Het ligt eraan of je HAVO of VWO doet. Ik heb nu handvaardigheid op het KKC in de eerste en dan het volgende half jaar tekenen. En er zijn ook een paar, zeg maar, nou, als musicals worden bij kunst, dan kan je ook er zijn ook een paar musicals. Daar kan je ook aan meedoen. En dan kunnen andere kinderen van het KKC daar ook naartoe. Kunst is ontzettend belangrijk op het KKC. Niet alleen om te laten zien natuurlijk wat we allemaal kunnen hier en wat de leerlingen allemaal kunnen, maar het is ook een manier van expressie. Ze leren veel uit boeken, ze moeten vaak natuurlijk stilzitten en opletten en luisteren. En bij kunst is het juist zo fijn dat ze even met hun handen kunnen gaan werken. Even de gedachten los kunnen laten gaan en helemaal op onderzoek uit te gaan wat ze leuk vinden. En soms komen ze er ook achter dat ze ook ergens heel erg goed in zijn. En dat is altijd heel erg leuk om te zien hoe ze zich daarin ontwikkelen. Dus voor elke expressie is wel plek. Goed, dat was het filmpje voor kunst. Ik zit hier met Vera van der Zanden. Die zagen we ook net in het filmpje. En met Joep, een leerling uit 2 VWO. Dank voor jullie komst alvast. Vera, wat is er allemaal aan kunst op het KSK College? Want we zagen je heel enthousiast vertellen al, maar hoe wordt kunst gegeven, gedoseerd? Wat doen leerlingen er allemaal mee? Ja, we hebben in de onderbouw hebben we handvaardigheid tekenen en muziek. En dat krijgen ze het hele jaar door. Behalve wat ik al in het filmpje zei, als ze bijvoorbeeld technasium hebben zoals Joep doet. Ja. Dan is het rooster iets anders, omdat het anders te vol wordt. Mm-hmm. En in de bovenbouw kan je kiezen voor kunst. En je krijgt sowieso nog CKV, krijg je ook voor kunst erbij. Okay. Maar het is wel belangrijk dat ze gewoon wel hun hele schoolcarrière zoveel mogelijk meekrijgen. Ja, ja, en wat is er belangrijk aan dan, precies? Leerlingen die zitten tegenwoordig veel achter hun telefoontje en uit boeken moeten ze leren. En dan is het juist zo fijn dat ze even met hun handen kunnen gaan werken. Dat ze niet naar een schermpje hoeven te staren. En dat ze gewoon op ontdekking kunnen gaan wat ze allemaal kunnen. En wat voor materialen er allemaal zijn en wat je daarmee kan maken. Dus in die zin is het ook een soort van afwisseling van van de theorie en het scherm eigenlijk. Is juist de creativiteit in de kunst heel belangrijk? Ja, maar ook het creatieve brein die ook even aanzetten. Ja, ja, zeker. Mooi. Joep, jij doet technasium en daar heb je ook het vak O&O, kunst. Ja, kun je daar iets over vertellen? Waar staat O&O voor in eerste instantie? O&O staat voor onderzoek en ontwerp. Dus dat houdt in, je onderzoekt verschillende zaken en daarop ontwerp je een oplossing. En bij O&O kunst ga je vooral in op het technisch tekenen van die oplossingen en het goed tekenen daarvan. Okay, dus dat is een vorm van design, begrijp ik. Ja. Ja, klopt. En ik hoor net mevrouw van der Zanden zeggen dat het creatieve brein dan ook bezig mag. Wat is voor jou het creatieve brein? Hoe werkt dat precies? Creatief brein voor mij is dat je wel een basisopdracht hebt, maar dat je de invulling zelf mag bepalen. Mm-hmm. Dus dat je echt zelf een oplossing mag bedenken. Zelf een manier mag bedenken hoe je dat doet.
En in wat voor volgorde eigenlijk. Oké, dus je mag dan echt eigenlijk een oplossing bedenken die niet per se heel logisch is. De oplossing moet wel logisch zijn. Maar het mag wel een creatieve oplossing zijn. Okay. Dus ik bedoel dat die niet voor de hand ligt. Nee. Zeg maar. Ja. Dat je niet met 2 seconden nadenken er al bij komt. Nee, als het ware. Precies. Nee, oké, precies. Hey, bij kunst werken jullie ook veel samen met andere vakken, Vera. Klopt. Kun je daar een paar voorbeelden van geven? We hebben in het verleden bijvoorbeeld de academie gehad. We hebben met het vak Frans samengewerkt. Met de design school hebben we met het vak informatica samengewerkt. En nu dan de samenwerking met O&O. Dus we proberen wel steeds samenwerkingen te zoeken. Omdat we denken dat het in elk vak kan je eigenlijk wel iets van kunst kwijt. En kan je ook op een hele andere manier dat vak benaderen. En dat vinden we wel belangrijk, dat die invalshoeken ook bekeken worden. Mm-hmm. En kun je vertellen wat bijvoorbeeld de academie dan inhoudt? Wat is dat precies? Daar gingen ze met de Franse taal eigenlijk aan de slag. De Franse chansons, maar ook de Franse cultuur. En daar gingen ze dan een opdracht bij maken. En dat kon echt verschillen in echt iets 3D's maken of 2D in tekening. Oké, ja, dus het is zeg maar echt, je kan kunst aan heel veel vakken linken en dan daar samen in gaan werken en klopt. Zo. Ja. Mooi. Vera, ik heb van jou wel eens begrepen dat kunst bij ons op school, dat is een soort een aantal basiselementen, maar je hebt ook vrijheid. Kun je daar iets over zeggen? Hoe werkt dat precies? Ja, ook in de kunst heb je een aantal tussen haakjes regels. En dan heb ik bijvoorbeeld over primaire kleuren of secundaire kleuren. Ja, dat is er gewoon. En het is wel handig om te weten hoe je kleuren moet mengen. Dus we proberen ook een aantal basiselementen mee te geven. Ook hoe je bijvoorbeeld portret moet tekenen. Maar het leuke daarna is, als ze eenmaal die basis hebben meegekregen, kunnen ze wel zelf op ontdekking gaan. En dat kan in de les, dat kan ook buiten de les met bijvoorbeeld de schoolmusical. Maar we vinden het wel belangrijk dat er wel een kleine basis wordt meegegeven om die ontdekkingstocht een beetje te begeleiden. Ja, dus er moet een vorm van theorie zijn voordat je zelf ook echt gaat Klopt. Creëren en Klopt. Zo. Ja, oké. En Joep, wat vinden leerlingen van kunst? Wat is het verschil met basisschoolkunst misschien? Of wat, ja. Ik merk dat het een soort uitlaatklep is voor leerlingen. Ik merk ook in mijn eigen klas tijdens kunst. Is het wel gezellig, maar kunnen ook mensen zich concentreren. En het helpt ook voor de rest van de dag, want het is veel actiever dan de andere vakken, dan de theorievakken. Waardoor het wel voor afwisseling zorgt. Dus ik denk dat veel leerlingen het wel zeker leuk vinden, zeker op zo'n drukke dag. Ja, mooi. En is het ongeveer hetzelfde als op de basisschool? Of is er een groot verschil tussen kunst op KKC en op de basisschool? Nou, ik denk dat er wel een verschil is. Want op de basisschool krijg je wat basisopdrachten. En die moet je dan voltooien binnen een bepaalde tijd. En op de middelbare school heb je wat meer vrijheid. Dus je krijgt een opdracht, daarover een presentatie. En daarna mag je eigenlijk de invulling een beetje zelf naar je eigen hand zetten. Dus stel je houdt van een bepaalde stijl, dan kan je die stijl ook in de meeste projecten een beetje aanhouden. En op de basisschool was dat niet het geval. En het is ook, het is meer diepgaand op de middelbare school. Het gaat veel dieper op de kunst zelf in. Ja, oké, mooi. Goed, ik wil jullie alle vier heel erg graag bedanken voor jullie komst en deze toelichting. Het was zeer informatief wat mij betreft. Ik hoop voor de mensen thuis natuurlijk ook. We gaan nu kijken naar de cluster maatschappelijke vakken. En we gaan kijken naar een lesje aardrijkskunde daarbij ook. Goedemorgen allemaal. Hallo. Gezellig dat jullie weer zijn. We gaan er wat leuks van maken. Goedemorgen, welkom. Wat ik eigenlijk vooral doe is dat ik het echt vol passie doe. Want ik vind het gewoon een heel mooi vak. Ik zat als kind al in atlassen te bladeren. En te kijken en nieuws te volgen. En het enthousiasme voor dat vak, dat draag ik eigenlijk nog steeds iedere dag uit. Dus dat is eigenlijk een soort basis. En ik denk altijd, passie wordt altijd een succes. We gaan weer een leuk lesje aardrijkskunde doen vandaag. Ik heb er heel veel zin in. Ik zet altijd, als de les begint, hè, dat zijn jullie van mij gewend, op de achtergrond een film neer over zeg maar, een soort inleidend onderwerp. Zodat je al een beetje in het thema komt wat we vandaag gaan doen. Het leuke aan aardrijkskunde is dat je allemaal dingen leert over bijvoorbeeld natuur, verschijnselen. Bijvoorbeeld dingen zoals vulkanen of tektonische platen of
allemaal dingen over aardbevingen en zo. En je leert ook heel veel dingen over bevolking, over bevolkingsdichtheid en over hoe de bevolking verspreid is over de wereld. Het leuke aan aardrijkskunde vind ik dat dat je veel leert over de mensen en wat er eigenlijk gebeurt met de aarde. Aardrijkskunde bestaat eigenlijk uit twee delen. Dat is het gedeelte gaat over de natuur. Dat noemen ze ook wel fysische geografie. Dan praat je over aardbevingen, vulkanen, over het klimaat. En je andere deel, dat gaat zeg maar over mensen. Dat noem je sociale geografie. Dan praat je bijvoorbeeld over steden, of over landbouw, of over demografie, hè, bevolkingen. Wat we nu aan het doen zijn in de les. Wat ik probeer te doen is, in de les geef je natuurlijk een soort theorie mee, hè, een soort basiskennis. Maar leerlingen moeten ook zelf eigenlijk de relatie kunnen leggen tussen de theorie die ze in de les krijgen, die in de boeken staan, en de dingen die ook in het echt op dat moment gebeuren in het nieuws. En ik vind het ook belangrijk dat ze leren daar op een gezonde, kritische manier naar te kijken. Dus niet alleen maar zeggen dat alles slecht is, want dat is helemaal niet zo. Of ook niet roepen dat alles heel goed is. Maar probeer gewoon ook een eigen mening daarover te vormen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij, een stad moet uitbreiden. Mag Amstelveen nog de weilanden tussen Uithoorn en Amstelveen uitbreiden? Ja, wat moeten we doen? Het is niet goed voor de natuur, het is niet goed voor de voedselproductie. Maar anderzijds, mensen moeten ook wonen. En dat je op die manier de mening probeert te vormen. Het leukste onderdeel van aardrijkskunde vind ik eigenlijk hetgene met de bevolking. Want we hebben maar één aarde en ik vind het op zich heel interessant over bevolkingsdichtheid en over waar de meeste mensen waar wonen en over steden en zo. Dat spreekt mij heel erg aan. Je hoeft niet per se plaatsen en landen uit je hoofd te leren. Je leert ook veel over de bevolkingsdichtheid, aardbevingen, vulkanen en al dat soort natuurverschijnselen. Ja, mooi. Dat was de les aardrijkskunde. Ik zit hier met twee leerlingen aan tafel, Louisa en Joep. Jij bent weer bij me aangeschoven, bij ons aangeschoven moet ik zeggen. En met Petra Nieuwendijk en Maria Wessels, twee docenten op onze school. Maria, ik begin even bij jou. We hebben een stukje aardrijkskunde gezien. Dat valt onder het cluster maatschappij. Welke vakken vallen daar allemaal onder? Onder die maatschappijcluster. Ja, in de onderbouw aardrijkskunde wat we net zagen, maar ook levensbeschouwing en geschiedenis. Ja, en welk vak geef je zelf? Geschiedenis. Geschiedenis. Wat is de overlap tussen die verschillende vakken? Wat hebben ze met elkaar gemeen? Ik denk dat het heel erg gaat, vooral dan wat we net zagen, het sociaal-geografische onderdeel van aardrijkskunde. En de andere vakken, dat het heel erg gaat over menselijk handelen en de mens. Ja. De mens in de maatschappij, als het ware. Ja, ja. Hey, Joep, we hoorden net het woord levensbeschouwing. Het vak levensbeschouwing. Dat hoort ook bij deze cluster maatschappijvakken. Wat houdt dat in? Ik denk dat het vrij nieuw is voor de groep achters. Levensbeschouwing is een les. Dat krijg je één of meerdere keren per week. En dan heb je het over hoe mensen denken. Dus godsdiensten, stromingen en groepen in de samenleving. Ja. Ja, Maria, en ik heb begrepen dat er best wel wat overlap is tussen verschillende maatschappijvakken en andere vakken. Kun je daar iets over zeggen of wat er gebeurt zoal? Ja, er is voor geschiedenis in de tweede klas is er een samenwerkingsproject met het vak Nederlands. Daar wordt een boek gelezen en bij geschiedenis bieden we dan eigenlijk een beetje de historische context daarvan en hebben we het daarover. En in de derde klas is er een samenwerking met Duits rondom de DDR. Oké. Dus Oost-Duitsland, zeg maar. Inderdaad. Ja, oké. En in de tweede klas dat project is met slavernij, toch? Had ik van je begrepen. Ja, klopt. Ja, precies. Dus vrij actuele thema's in die zin ook. En heel maatschappelijk relevant. Ja, en jullie hebben ook iets met gastsprekers, heb ik begrepen, in de derde klas? Ja, klopt. In de derde klas hebben we het over de Tweede Wereldoorlog. En dan nodigen we gastsprekers uit via Stichting Westerbork, die dan in de klas komen vertellen over ofwel hun eigen ervaringen in kampen of die van hun ouders. Oké. Dat zijn vrij aangrijpende verhalen dan. Ja, dat is echt heel indrukwekkend. Ja. Ja. En wat vinden leerlingen daar dan van? Over het algemeen ook indrukwekkend. Dan, je zit er dan 60 minuten ademloos te luisteren. Ja, oké. Omdat ze dan ook echt zien dat dat is eigenlijk een levend iets is. Die mensen hebben echt meegemaakt. Ja. En dan komt het heel dichtbij. Precies, het komt super dichtbij. Ja, oké, mooi. Joep, we hebben op school, we zijn een UNESCO-school. Ik vraag me af, wat merk je daar als leerling van? Je ziet dat de UNESCO-organisatie bij ons op school veel projecten opricht. Zoals boekeninzamelactie voor mensen die het minder breed hebben. Of andere evenementen. En je merkt wel dat die groep heel erg betrokken is met de maatschappij. En
veel doet voor de maatschappij. Ja, ja, dus het gaat met name om goede doelen dingen. Ja. Ja, en ja. Ik geloof ook dat er een keer iets met de voedselbank is gedaan. En ja, dat soort klopt. Dingen. En, ja, en ja. Met kerst ook voor de voedselbank. Ja, ja. Oké, dan gaan we nu kijken naar een filmpje over de talenvakken. Hey, good morning guys. Good morning. Good morning. Good morning girls. Hi, good morning guys. Good morning. Hi, welcome. Hello, good morning. Good morning girls. We spreken met name Engels in de les. We geloven heel erg in dat doeltaal voertaal is. Dus hoe meer een kind of hoe meer een leerling de taal tot zich krijgt en zelf ook moet gebruiken, hoe meer ze leren. Dus als docenten spreek ik voornamelijk Engels. And today I'm going to give you a short lesson in English. Voor sommige kinderen is dat een beetje eng soms. Maar uiteindelijk merk je dat ze daar steeds meer plezier en gemak in krijgen ook. Fouten maken mag ook absoluut. Dus we beginnen eigenlijk bij nul in de brugklas weer. Dan gaat het tempo wel onwijs snel. Maar door consistent Engels te praten, heel soms te vertalen en misschien als het nodig is in Nederlands bijvoorbeeld grammatica uit te leggen, dan doen we dat ook. Maar dan gaat het heel snel en het leren gaat ook heel snel op die manier. Ik vind het leuk aan talen dat je nieuwe dingen leert en als je op vakantie bent in dat land, soms ook met een paar mensen kan praten. Het leuke wat ik vind aan talen is dat ik heel veel nieuwe dingen leer. En ja, ik vind het gewoon leuk dat ik ook meerdere talen kan spreken. In de brugklas begin je met Engels en krijg je Frans. In de tweede klas komt daar ook Duits bij. En vanaf de vierde klas kun je kiezen voor Spaans. Voor alle talen gebruiken we een hybride systeem. Wat inhoudt dat we zowel een laptop hebben eigenlijk die we in elke les gebruiken en een boek. De laptop gebruiken we bijvoorbeeld voor luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. Maar leesvaardigheid doen we bewust van papier. Omdat uit allerlei onderzoeken blijkt dat lezen op papier dat er veel beter onthouden wordt. Dat je veel meer kunt focussen, veel beter kan concentreren. Dus daarom hebben we gekozen voor de hybride lesvorm. Het leuke aan met laptop en boek werken is dat je op de laptop dan je opdrachten kan doen. En dan met je boek kan je dan de antwoorden opzoeken. Of je niet de hele tijd in je boek of de opdrachten opschrijven en dan weer kijken. Kan je het gewoon tegelijkertijd doen op twee verschillende plekken. Ik vind het heel leuk dat we in allebei les krijgen. Want ja, soms heb je daar ook andere opdrachten in. En heb je ook oefentoetsen. Okay, everybody, I want to thank you very much for your attention today. I thought it was a good class, and well, we'll see each other tomorrow. Thank you very much. Bye bye. Yeah, welcome back. Van de klas naar de studio. Ik zit hier met Louisa en Petra Nieuwendijk. Petra, je bent docent Frans op het KSK College. Klopt. Welke talen zijn er allemaal op het KKC? Nou, wat we net gehoord hebben, Engels, Duits werden al genoemd. Daarnaast is natuurlijk Nederlands wordt gegeven. Is ook een van de kernvakken die al ter sprake zijn gekomen. En Latijn en Grieks niet te vergeten op het gymnasium. Dus, en Spaans was al genoemd, dat wordt vanaf de vierde gegeven. Ja, oké. En wat belangrijk is om te zeggen is dat zowel Latijn als Grieks wordt in de eerste gymnasium gegeven. Oké, ja. Maar in de brugklas begin je in principe met Frans, Nederlands en Engels. Juist, klopt. Ja, en ja. Duits komt daarbij in de tweede. Ja. En er is een mogelijkheid om Spaans te volgen vanaf de vierde. Ja, vanaf vierde klas. Oké, ja. Ik ga even dan iets vragen aan jou, Louisa. Want jij zit op het gymnasium. Ja. Ja? En dat is een heel talig, heel talig onderdeel van school eigenlijk. Vertel eens, wat doe je zowel bij Latijn en Grieks? Nou ja, bij Latijn en Grieks leren we heel veel over de cultuur, over de geschiedenis. En we leren natuurlijk ook woordenschat, lezen en ook teksten vertalen moet je ook heel veel doen. En daar komt ook wel heel veel creativiteit bij kijken, vind ik zelf. Omdat je heel erg creatief moet zijn met de vertalingen die er allemaal mogelijk zijn. En af en toe ken je woord niet, dus dan moet je helemaal creatief zijn met wat er past in de context. Ja, en als je gymnasium kiest, dan heb je dus 5 talen eigenlijk in je eerste jaar. Merk je dan ook dat je taliger wordt op een bepaalde manier? Of? Ik was al talig. Dat is ook waarom ik gymnasium ben gaan doen. Maar je wordt wel taliger, zeg maar. Ja,
Ja, en bij je gymnasium kreeg je Cambridge Engels. En ik denk dat het ook belangrijk is om te melden dat het ook bij het technasium zo is. In de brugklas, dat je dan Cambridge Engels hebt. Wat is Cambridge Engels? Nou ja, Cambridge Engels is dus dat je Engels krijgt in het Engels. Dus alle grammatica en alles wordt uitgelegd in het Engels. Mm-hmm. Nou ja, in de derde klas maak je ook een reis naar Bath. En nou, dat is een voorbereiding op je Cambridge Certificate die je kan halen in de derde en de vijfde. En dat is dus een Cambridge Certificaat en dat komt dus ook op je cv. Oké. Okay. Waar ligt Bath trouwens? Engeland. In Engeland, oké. Okay, ja. En daar is een soort connectie daar met de Romeinse cultuur en, ja, en de Engelse taal, hè, eigenlijk. Ja, want er zijn allemaal oude tempels en zo, ja, geloof ik, Romeinse tempels. Ja. Petra, we zijn als school heel erg bezig met internationalisering. Ja, want we zijn een UNESCO-school. Ja, kun je daar iets over vertellen? Ja, ik weet dat er een project op stapel ligt het komende schooljaar. Dat er een uitwisseling is in het kader van Duits met een school in Berlijn en onze school. Verder is er ook al, zijn er al twee projecten op het gebied van e-twinning. En dat is een Europese platform waarbij het mogelijk is dat leerlingen op internationaal niveau bij elkaar online in de klas contact met elkaar hebben. Hmm. En dat is al bij Spaans gebeurd, dus met KKC in een Spaanse school. En bij geschiedenis is dat ook gebeurd, dus met onze school, met Portugal, Turkije en Spanje. Okay. En dat ging volgens mij, dat is heel leuk voor geschiedenis, dat ging over belangrijke vrouwen in de geschiedenis. Okay. Dus, en dat werd helemaal Engelstalig gevoerd, die communicatie. Dus dat is ook leuk weer dat dat weer samenkomt. Ja. Ja. En dat contact, dat is dan in ieder geval online, maar dat kan soms dus ook in een excursie soms, of uitwisseling. Ja, daar komen soms weer hele leuke nieuwe projecten of contacten uit voort waar we op voort kunnen borduren. Ja, ja, klopt. Ja. Louisa, je hoorde mij net zeggen in het filmpje dat we werken met een hybride systeem. Met talen, hoe werkt dat precies? Nou ja, je hebt naast je gewone schoolboeken, waarin je gewoon opdrachten maakt, heb je ook online methodes. En wat hier dus fijn aan is, is dat leerlingen op hun eigen niveau en op hun eigen tempo kunnen werken. Dus als de een online liever wil werken, dan gaat hij online. En als die liever in het boek wil werken, dan gaat hij liever in het boek. Oké. Okay. Ja. En dus dan kun je eigenlijk zelf bepalen wat je fijner vindt om mee te werken. Ja. Goed. Hartstikke mooi. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie komst en deze toelichting. Het is hier weer informatief weer. Zoals u misschien wel weet, zijn we op dit moment onze school heel erg aan het verbouwen. En er komt van alles bij kijken en we gaan nu kijken naar hoe dat in zijn werk gaat. Achter mij zie je een gedeelte wat echt nieuwbouw is. Hier stonden, ja, dat weten de mensen uit Amstelveen misschien wel, van die groene houten barakken. Dat was een tijdelijke huisvesting, maar die heeft hier wel bijna 40 jaar gestaan. Dat is afgebroken. Er wordt nu een prachtige nieuwe school gebouwd. School met allemaal lokale rond leerpleinen. En dat wordt daar nu neergezet. Het hele bestaande gebouw is volledig gestript. Alle voorzieningen zijn eruit gehaald. En het hele oude gebouw, wat wij een mooi gebouw vinden, wat ook bouwkundig een heel stevig gebouw is, gaat volledig gerenoveerd worden. De stenen blijven nog op hun plek. Het wordt volledig gerenoveerd. Het wordt ook heel erg gemoderniseerd. We gaan echt naar een duurzame school die ook nog eens gasloos is. Wat deze verbouwing en nieuwbouw ook oplevert in Amstelveen, is dat er een school komt waarbij echt op een, voor een deel andere manier les gegeven gaat worden dan op de andere scholen. Ja, straks ontstaat er dus wel een keuze. Ik ga niks garanderen, want je weet nooit wat er kan gebeuren. Maar we gaan er echt volledig vanuit dat het gebouw in juli wordt opgeleverd. Dan gaan wij in augustus verhuizen en dan gaan wij in september open. Straks, als dit wordt opgeleverd, hebben we een hypermoderne school, duurzaam en gasloos. Dat dus over de nieuwbouw van onze school. Ik zit hier inmiddels met afdelingsleiders Suzanne en Inge, afdelingsleiders 1 en 2 VWO. Willemijn, afdelingsleider 1, 2 en 3 HAVO. Dit moet het gaan worden. Nu zagen we meneer Kaufman, onze collega, net op een bouwplaats staan.
Wat denken jullie ervan? Ja. Nou, meneer Kaufman kennen, dan gaat dit helemaal goed komen. Ja, zeker. Dus we kunnen zeker garanderen dat de nieuwe brugklassen in deze omgeving rond komen lopen uiteindelijk. Ja, het wordt echt heel tof. Het wordt heel mooi. We hebben al een stukje van de school, hè, die wat ook geopend is. Ah, dat wordt fantastisch. Ja. Echt heel erg mooi. Mooi. Ik ga met jullie hebben over de veelgestelde vragen. Dus vragen die ouders en leerlingen vaak stellen over, nou ja, over hun potentiële nieuwe school. Inge, ik begin met de vraag aan jou. Wanneer is het eerste schoolfeest? Een vraag die vaak wordt gesteld. Nou, ik zou willen dat we afgelopen jaren een schoolfeest gehad hadden. Dat liep iets anders, maar normaliter is het schoolfeest, het eerste schoolfeest, vlak voor de herfstvakantie. Dan hebben we 6 weken introductieperiode gehad. Ja, wat is er leuker dan dat af te sluiten met een knallend feest? Ja, Suzanne, voor het technasium gaat het iets anders, geloof ik, de inschrijving, toch? Klopt dat? Ja, nou, wij hebben de jaren hiervoor hebben wij een vaardighedenonderzoek gehad. Dat zullen we dit jaar niet laten plaatsvinden. En het is een beetje afhankelijk van hoeveel kinderen zich aanmelden voor het technasium. Ook een vraag die veel gesteld wordt. Je hebt een kluisje. Die is helemaal van jezelf, want dan kun je je spullen in doen en zo. En wat nou als je je kluissleutel vergeet en je boeken zitten in die kluis? Ja, dan heb je wel een probleem. Ja. Want je moet wel je boeken bij hebben in de lessen. Je schrift en al, je computer misschien nog wel, die kan er ook nog in zitten. Ja, je ouders, als het goed is, die moet je even lief aankijken, maar die huren je kluisje. Dan kan je daar een deel van de lesdag kan je spullen in kwijt. Of in ieder geval van de boeken die je dan niet nodig hebt. En als je het vergeten bent, dan hebben wij gelukkig als afdelingsleiders nog wel een kluissleutel waarmee wij je kunnen helpen je kluisje open te maken. En dan kan je toch nog bij je spullen. Oké. Ja. Want die vinden we wel heel belangrijk als ze niet mee zijn in de les. Ja, precies. Ja. Inge, Cambridge Engels wordt steeds groter. We hadden het er net ook al even over dat met name bij gymnasium en technasium dus een standaard Engels vak is geworden. Klopt. Wat kun je daarover vertellen? Waar leidt het toe op? Wat is het? Nee, niet per se inhoudelijk. Dat vraag je aan mij als docent Engels. Je bent zelf docent Engels. Je hebt mij deze vraag gegeven om te stellen. Dus, ik kaats hem terug hier. Bij Cambridge Engels krijg je... ik ga hem ook gewoon echt zelf beantwoorden. Ja, zeker. Okay, jij kan dat beter dan ik. Cambridge Engels Stel mij straks een vraag over gymnastiek. Oké, bij Cambridge Engels krijg je, word je opgeleid volledig in het Engels. En in het filmpje wat jullie zagen, merkte jullie ook al dat je eigenlijk bij alle vormen van Engels, ook bij regulier Engels, gewoon Engels krijgt. Maar bij Cambridge Engels mag Nederlands niet als hulpmiddel gebruikt worden. Uiteindelijk leidt het op tot in de derde klas als een soort eerste diploma-certificaat. En in de vijfde sluit je het af met echt een diploma van een Cambridge Instituut. En dat krijg je een heel mooi, een mooie uitreiking van ook. En dat zet je op je cv. Wat is je cv? Dit is je curriculum vitae, dus eigenlijk alles wat je hebt gedaan in je schoolcarrière, wat aan extra dingen, die maak je een mooi portfolio van, maak je een mooi documentje van en dan voeg je ook Cambridge aan toe en dat staat daar heel erg mooi op. Dat betekent dat jij Engels op een hoog niveau hebt gevolgd. Heel goed. Dat is wat Cambridge Extra is en dat krijg je dus sowieso als je bij ons begint op technasium of op gymnasium. Mag ik daar een vraag over stellen? Ja, tuurlijk. Als je nou helemaal geen Engels woord kent, een bepaald Engels woord niet kent en je mag niks in het Nederlands doen, hoe doe je dat dan? Now then you would describe the word of course in English and maybe try and use your hands in a way. So for example, if a student doesn't know the word for hammer, right, I would say, well, it's something that you go tok, 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 right? Okay. Dan gaan we over in Nederland. Ja, toch? Ja, precies. Ja. Suzanne, wat voor broodjes worden er in de kantine geserveerd? Ja, volgens mij een heleboel lekkere gezonde broodjes. Want we zijn een gezonde kantine, dus dat betekent ook dat we gezonde broodjes serveren of verkopen daar. De mensen die daar werken, die maken hele lekkere broodjes en daar is altijd wel een keuze. En je kunt ook fruit kopen, gezonde drankjes. Dus, ja, want ik had begrepen dat de kantine, heeft de frituurpan, die moest weg. Zeker. Ja. Dat is al een paar jaar, dus het is echt puur nog een oven, geloof ik. Dat is nog het meest vettige wat er dan is, maar verder heel veel broodjes gezond en dergelijke. Ja, en, gezonde scholen zijn we. Ja. Ja. Wanneer zijn de pauzes? Om de zoveel lesuren. Je krijgt 2,5 uur heb je pauze. Soms heb je nog wel eens een tussenuur. En dan hebben we straks echt in dat nieuwe gebouw ongelooflijk mooie plekken
om te gaan zitten. Dan kan je alvast huiswerk maken, zodat je dat allemaal niet thuis nog hoeft te doen. Dus alle klaslokalen door hebben we hele mooie leerpleinen waar je dan plaats kunt nemen. Of samen kunt werken. Of samen kunt werken. Andere leerlingen. Ja. Ja. En twee keer een half uur pauze. En ja, sommige scholen hebben wel eens twee bellen, hè, begreep ik. Dat hebben wij niet, hoor. Niet. Gewoon de bel gaat, dan wissel je van les. En dan komt het eigenlijk altijd goed. Ja, ja, precies. Dan ga je eigenlijk meteen door naar je volgende les. Klopt. En dan, ja, oké. Ja, je kan een rondleiding aanvragen met de school op afspraak, heb ik begrepen. Hoe werkt dat? Ja, we gaan zo voor de voorjaarsvakantie en daarna. Het is natuurlijk ontzettend vervelend, laten we dat voorop stellen. Dat al die groep 8 kinderen die nu kijken, niet fysiek naar een school kunnen. Want we kunnen een heel leuk gesprek voeren. Maar je weet als je binnenloopt ergens, dit voelt goed of dit voelt niet goed. Dat hebben ze nu niet. Maar we mogen nu eindelijk vanuit alle regels rondom corona toch kleine groepjes leerlingen de school inhalen. Dus hou heel goed de website in de gaten, wil ik zeggen, tegen alle kinderen en ouders. Daar kun je namelijk aanmelden voor een rondleiding. En dat gaat in de week voor en in de week na de voorjaarsvakantie plaatsvinden. En dan kunnen we toch ook een stukje van de nieuwbouw laten zien. Kunnen we toch een beetje het gevoel meegeven van onze school. Nou, hartstikke mooi. Dus we kunnen toch een beetje sfeer proeven op die manier. Klopt. Ja. Ja. Ja, goed. Ontzettend bedankt voor al jullie antwoorden. Dit waren de meest gestelde vragen. Als u nog vragen heeft, dan kunt u naar de breakout rooms gaan die in Teams voor u klaarstaan. Ik wil heel erg bedanken voor het kijken. Dit was onze avond en we hopen jullie heel snel op onze school te verwelkomen.